De Franse ontdekkingsreiziger Antoine Amédée Fraisier bracht de aardbei al begin de 18e eeuw mee uit Chili en Virginia. Maar het zou nog tot de 19e eeuw duren vooraleer de vrucht echt ingeburgerd geraakt in Europa. Vanaf 1955 verschijnt de eerste generatie aardbeisarres in het Hoogstraatse landschap. Geoogst kon toen van half april tot de grote vakantie. 20 jaar later zitten ze in Hoogstraten met de handen in het haar. De Spaanse toetreding tot de Europese gemeenschap dreigt de Vlaamse aardbei te verpletteren. Door de herwaardering van een tot dan toe minder bekende variëteit, de El Santa, kan de Noord-Kempense streek weerwerk bieden. En omdat de telers zich blijven concentreren op de glasteelt, breidt de oogstperiode uit tot 10 maanden per jaar. Hoogstraten profileert zich steeds nadrukkelijker als het centrum van de aardbei. Zo worden traditioneel elk jaar de eerste aardbeien door de Hoogstraatse Gezellen van de Aardbei overhandigd aan de koning. Naast aardbei is er ook aardbeienconfituur, aardbeienwijn, aardbeienlikeur en een aardbeikoekje, het erbizemke. Er was een wedstrijd die uitgeschreven was voor het VVV, voor het ontwerp van een koekje. Dat was een, denk ongeveer 18 jaar geleden. En er heeft een onkel van mij een koekje ontworpen en dat was toen het speelzakje. Maar omdat ze het VVV nadien dat ook een beetje heeft willen veranderen, iets kleiner maken, iets beter verkoopbaar maken. En dan hebben wij het ermisje eigenlijk ontworpen, een kleiner maatje, maar eigenlijk helemaal hetzelfde koekje, hetzelfde recept ook. En met de aardbeienvulling, dus dat was eigenlijk het voornaamste, dat de aardbeienvulling zeker aanwezig was eigenlijk. De ingrediënten zijn goede boter, bloemsuiker en eieren. Dat zijn de enige. En dan hebben we een zanddeeg. En in het koekje, in de zanddeeg, wordt een beetje aardbeienconfituur ingespoten.